Twee millennia lang heeft een nooit helemaal verteerd lijkje onder de Drentse grond gelegen. Tot het op 12 mei 1897 uit het veen tevoorschijn kwam, tot verwondering en typisch Hollandse achterdocht van een groep turfstekers. De dochter van een van die turfstekers weet van haar vader wat er toen gebeurde. Ze is gewurgd, misschien. Of geofferd, hè, aan de goden op de een of andere manier. Oh ja? Ja, dat denkt men. Dat staat dan in de kranten nu. Want dat zou een bepaalde knoop zijn, geloof ik. Die zo gelegd was dat ze zo gewurgd werden. Een knoop? Ritueel. Ja, een knoop in die sjaal. In die sjaal, begrijpt u? Die ze om de nek had. Ja, de een noemt het een strop. En mijn vader zei, ze had een sjaaltje om. Een dasje om. Die turf, daar werd ook veel... De potten met aardappelen voor het varkensvoer en de was werd erin gekookt. En dat ging allemaal haast met turf. Ik heb turf genoeg gezien in mijn leven. Wij hadden ook zelf een stukje veen. En dan ging jij met fietsje heen 's morgens en mijn broer mee. En dan, als mijn vader dan aan het graven ging, dan kwamen er 2 zulke stukken turf uit. En dat was klitsnat. En dan was het heel zwaar. Werd op een vork gezet. En dat moest je dan op een stuk heide verderop zetten. En daar werd het neergezet te drogen. En dan moest je over een week, ging je erheen. En dan werd dat weer losgemaakt en gedraaid. En dan zijn we een paar vertellers in boven dat veenlijk. Maar dat vonden we interessant. En, oh ja, zei je dan, ja, er was niet zoveel van te vertellen. En dat is natuurlijk ook zo. Ze waren daar druk aan het werk. En dat was baggeren. En dat is nog weer anders dan turf steken. En toen een keer haalden ze dat ding over de grond. En toen kwam dat haar eerst. Ze dacht, wat zit er toch vast? Wat is dit? En ze kon het niet los krijgen en trekken met z'n beiden. En toen bleek er dus een hoofdje aan te zitten. Dat haar, toen was dat haar. En zij dacht niet eens van dat lange, slierterige turf. Maar dat was niet zo. Maar hij dacht, we drukken het er mooi weer onder. Want daar krijgen we een hoop geduvel mee. En we praten nergens over. En toen hebben ze plaggen van wat veen en wat stuk. En dat hebben ze er weer overheen gelegd. Zodat het niet te zien was, ook aan de buitenkant. Zo hadden de turfstekers ons bijna het veenlijkje door de neus geboord, dat nu tot de internationale mummie top 10 behoort.